Bewoners van de Van Verschuurstraat, de Van Verschuurbuurt en het Broek in Arnhem klagen over het nieuwbouwproject Avenue 1895 op het achterterrein van het voormalig Rijn-IJssel-college grenzend aan de Van Verschuurstraat. Daar wordt door Klokgroep en Dreisma gebouwd aan 123 appartementen in diverse woonoppervlaktes. De SP agendeerde de overlast die door buurtbewoners wordt ervaren in de gemeenteraad. Wat voor overlast ervaren de mensen allemaal? Nou ja, zij beschrijven het zelf als een aardbevingsgebied. Dus het is veel trillingen. Ze kunnen de kopjes niet meer in de kast zetten zoals ze voorheen hadden, want het trilt gewoon de kast uit. Ontzettend veel geluidsoverlast, schade aan de huizen, scheuren in de muren. Het is in eerste instantie natuurlijk absurd dat jij gewoon huur betaalt voor een huis waar je voor hebt getekend, onder bepaalde voorwaarden, en dan vervolgens nauwelijks in dat huis kan wonen, omdat je woongenot zo wordt aangetast. Nou, en de wethouder zegt in dit geval, daar gaan we als gemeente niet over. Dat zei ze ook over de andere. Andere punten hoorde ik haar dat suggereren. En gelukkig gaan wij nog een keer door met dit verzoek. We gaan erover doorpraten in de raad. Want ik niet alleen bij mezelf, maar ook bij anderen merkte ik toch wel heel veel onvrede en heel veel vragen. Je hebt vanavond was het bouwbedrijf ook aanwezig. Wat vond u van het antwoord wat zij op de vraag van de bewoners gaven? Nou ja, in die zin onbevredigend, hè? Want zij zeggen, wij hebben van alles geprobeerd, we hebben het aangekaart en dat is eigenlijk nauwelijks gebeurd. Je zag ook de bewoners constant nee knikken, van dat is niet gebeurd. Er is één informatiebijeenkomst geweest, er zijn niet meerdere informatiebijeenkomsten geweest. Ze zijn gewoon totaal niet serieus genomen. Ja, en dat het bouwbedrijf zegt, we hebben ons best gedaan, daar hebben zij niet zoveel aan, want het was duidelijk niet goed genoeg en dat wisten zij ook. Wat kun je eraan doen als lokale politiek? Nou ja, wat ik dus heel schrijnend vind aan deze situatie is dat de mensen in deze buurt zeggen dat ze het vertrouwen in de gemeente zijn kwijtgeraakt. En dat vind ik wel echt heel erg. Wat heeft u zoal van de bewoners gehoord vanavond? Dat ze veel overlast ervaren van onze werkzaamheden. Met name in de voorfase en, van onze bouwwerkzaamheden en ook ja, nu nog steeds in feite. De eerste ook is, we ervaren parkeerproblemen. Een concreet punt, wat kunt u daarin voor ze hun betekenen? Ik denk niet zo heel veel. We hebben het fietspad afgesloten om de boel daar veilig te maken. Ik moet wel benadrukken, ja, waar wij werken, wordt natuurlijk geluid geproduceerd. En we kunnen het binnen onze bouwteams kunnen het wel bespreken. We gaan er extra aandacht aan geven. Alleen ik kan de overlast nooit voor 100% wegnemen. Heeft u het gevoel dat u vanavond het vertrouwen van de buurt een beetje heeft kunnen herstellen? Vind ik te vroeg om daarop te antwoorden. Ja, je hoort een grote ondernemer natuurlijk. En daar moet je tegen vechten. En wij als gewone buurtbewoners, we praten als buurtbewoners. Ja, dat wordt toch moeilijk in strijd. Heeft u daar vertrouwen in gekregen in de antwoorden die van hun gehad heeft? Nee, want ze hebben zitten liggen gehad. Toevallig zijn we op aandringen van ons naar jullie toe te stappen, naar de media, zijn ze begonnen met een gesprek met twee wijkbewoners. En wij communiceren dan met de wijkbewoners. Dat is sinds vorige week vrijdag. En voor de rest is er nog helemaal geen communicatie geweest. En dan puntje bepaaltje schoppen ze alles aan de kant. En ze zeggen van, we doen het op onze manier.